Nou, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben vandaag met de Twitchmeister op pad, PW'tje. Vandaag hebben we het doel eigenlijk om alleen maar met Twitch bait te vissen. Het loopt ontzettend goed de laatste tijd. We zijn hier super vroeg nu in de ochtend. De zon moet nog opkomen. We vertrekken nu al. Ja. Wat een vette dag, ik heb best super veel zin in. We gaan het doen. Right, oh, snoekbaarzen, mooie baarzen, dat is ons doel vandaag. Yes. Dus, gaat zien. Dag! Dag! Ja, dames en heren, de eerste worp is gemaakt. Ja, hangen. Oh, los. Waar is het? Ik kan die nog niet voelen. Nog geen headshakes gehad. Echt vlak onder de boot, hè, gast? Ja, nou ja, zeg het maar. God damn it. Oké, boys. We gaan een stukje varen. Hè. We gaan even kijken of we vis zien liggen op de sidescan. Het is een hele effectieve manier om een indicatie te geven of er ergens wat ligt. Dat zegt lang niet alles, maar soms is het wel lekker om wat extra informatie te vinden. Kijk, hier beginnen de dingen te gebeuren, zie je? Op 4 meter, hier ook, hier. Nou, dit is zoiets waar we eventjes overheen gaan vissen. Alright. Zullen we eens kijken of die vis die we net op de finer zagen zin heeft in iets. Ik lig hier op 4,5 meter. Ik gooi op ongeveer 2 meter en dan vis ik hem gewoon langzaam terug. Dus ik breng eerst die Twitch bait op diepte. Wat nou belangrijk is als je aan het twitchen bent, geldt voor heel veel technieken, zeker in de winter, vis niet te snel. Iedereen is gewend om zo snel te vissen. Deze pluggen die zijn helemaal uitgebalanceerd. Die hangen stil in het water. Suspenderend of heel langzaam drijvend of heel langzaam zinkend. Dus dat betekent dat je gewoon kan laten hangen. De Amerikanen noemen dat hang time. En hang time is gewoon heel belangrijk. Als je nou boven bijvoorbeeld 5 meter vist en je plug gaat 2,5. Geef je die vis voldoende tijd om even naar boven te komen om te kijken. En dat doen ze ook. Kijk hoe langzaam we vissen. Tikje, laat me hangen. Tik, tik. En we laten hem weer hangen. Ja. Hangen. Een mooie tik erop, paard. Dikke unit. Zwaar een vis, gek. Onder de boot door. Wat de hel is dit? Ja, ik kan ook nog een beetje snoebaars. Ja, dikke snoebaars. Nee. Ik ben ook helemaal gaan, jongen. Lekker hoor. Boom! Snoekbaars op de Twitch. We hebben een patroontje, zijn wij aan het ontdekken, jongens. En dat gaat steeds beter. Dus wat is er nou vetter dan dit soort gave vissen op een plug te vangen, jongens? Zo mooi, ze tikken er zo goed op. Ze pakken hem heel vaak op de middelste of de voorste dreg. Er zijn heel veel mensen die zeggen met die pluggen, ja, ik vind het heel vervelend dat er 3 dreggen aan zitten. Daar valt wat voor te zeggen. Maar die 3 dreggen zitten er wel met een reden. Anders hadden we deze mooie vis misschien nog niet gepakt. Mag die weer gaan. Lekker! Dan gaan we een klein stukje naar achter joggen. Idee. Ik heb nog steeds geen kopstoot gevoeld.
Ik heb geen idee wat dit is. Het zou eens een tak kunnen zijn of een snoekbaars. Maar het gaat wel echt als een vis. Ja, het is wel een vis. Paars, een dikke paars. Lekker. Oei, dikke hoor. Het is echt een grote vis. Zo. Haha, unit. Hoppa. Oh, een hoge vis hoor. Wat een bak, hè? Mooie vis hoor. Ook wel gaaf, hè? Gewoon een baars op een baars. In de contrast met die plug. Vet. Nou jongens, wat zou die zijn? 48. Ja, ik denk dat die 50 haalt, maar 7,48 gaan we wel zien. Strakke vis hoor. Wat gebeurt hier? Hij zet zijn kieuw zo ver. Nou, dat valt wel mee, hè? 46,5. Zo zie je maar weer. Wow, echt moedertje dik hoor. Ja jongens, een van de dingen wat echt lekker is, is als je een dag als vandaag hebt, het is echt 2 of 3 graden. Naar oostenwindje. Dus het is niet heel warm. Lekkere warme chocomel. Nou ben ik niet zo vaak van de drank aan boord. Maar dit is wel zo verschrikkelijk lekker. Daar maken wij een uitzondering voor. Proost. Proost jongen. De lekkere wa. Pittig. Pittig. Zware aanbeet. Hele mooie aanbeet. Zo. Ik weet niet wat het is, maar het voelt heel zwaar aan. Ik denk dat het snoek is. Nee, een dikke baars. Echt een rukje en zo. Oh jezus, het lange duurtje hoor. Ik denk dat het snoekbaars is. Oeh. Je gaat niet weer een snoek hebben, hè? Ja, ik heb een... Jij vangt alleen maar snoeken als wij samen hadden. Ik heb eigenlijk patent op snoeken de laatste weken. Dus ja, ik ben over op... Ik weet niet, dit is wel echt groot, hoor. Ik denk dat het een grote snoekbaas is. Ik hoop het. De aanbied was ook echt zo doof. Wow. Dat wordt echt een unit van de baas. Ja, hij is te zwaar, hoor. Een unit van de baars. Zo. Hij is langs afgeschoven hier. Ja. We gaan hem gewoon eventjes... Het verklaart het een en ander. Maar dit is een dik visgast. Check. Gast. Lekker. Dat zou zo maar eens een 50 kunnen zijn, gek. Zo zwaar, hoor. Gast, het is een 50. Hij is hoog. Kijk, als de Tim-giegels ervan zijn, dan is het goed, hè. Jezus, wat een bak, gast. Oké, die is 50. Kijk, dit is wat we nou... Dit is een grote vis. Loon naar werken noemen, jongen. Oh man, hoe laat leven we nu? Het is 2 uur, 2:05. Eerste vis van mij vandaag. Ik heb echt af moeten werken. Hij is niet in zijn bek gehaakt, hij haakt hem dus in zijn kop. Ik ben langs afgeschoten en alsnog gewoon gehaakt. Ik ben hier echt enorm blij mee. Ik ga hem even meten hoor. Ik wil zien hoe groot hij is. Ik heb even strak, het lijntje. Ja, 49,9. Maakt niet uit. Jezus, wat vet. Kijken, wat een vis jongens. Ja, wacht eens. Je moet hem wel haaks hebben, hè? Nee jongens, hij is 50. Kijk, hier. Ik ben het hier allen eens. Kijk, zo, volg hem even. Bekje tegen het ding aan. Hij is 50. Tim. Woep woep. Goed gedaan, jongen. Ja, maar was hij 49,5 geweest? Of? Oh, Tim. Deze gis is gegund, gek. Ik ben hier echt zo blij mee.
oude bakbeest hoor. Ja. Wat een unit, hé. Nou, een van de vragen die we heel vaak krijgen is van hoe pak je het nou aan, hè? Dat twitchbaiten, welke stekken moet je nou zoeken? Nou, in principe zijn het gewoon dezelfde stekken waar je normaal ook op baars vist. Maar vanuit de boot hebben we het voordeel dat we onszelf zo kunnen positioneren dat we zeg maar parallel aan het taluut van de oever kunnen vissen. Dus we willen gebieden waar tussen de 2 en de 6 meter staan, waar we die vlucht zo lang mogelijk in de strike zone kunnen houden. Dus als je hier deze oever hebt hier, dan wil ik die boot op een meter of 4, 5, 6 uit de kant hebben, waar ongeveer 3,5 meter staat. Nou, als ik daar nu naartoe ga varen, lekker met seconden achter. Dus omdat mijn kont achteruit gaat, ziet mijn transducer als eerste, loopt die helemaal omhoog. Dus ik zit nu halverwege taluut. Nou, als je nu zo kijkt naar deze kant, de taluut, dat loopt ongeveer zo naar beneden. Nu kunnen we hele lange worpen op verschillende dieptes langs het taluut maken en daar die bazen gaan zoeken. En dat is gebleken de meest effectieve manier. Ga je nou vanaf de kant vissen, dan kan je het redelijk proberen na te bootsen door in hoeken te gaan vissen. Maak worpen die zeg maar parallel mogelijk. Op die manier zit je zo lang mogelijk in de plek waar die vis zit. Heb je nooit gevist met een baaitje hier? Ah, dat was hier. Grappig. Ja. Hele mooie aanbeet. Echt een hele mooie aanbeet. Oh. Drie keer raden. Drie keer raden waar ik een abonnementje op heb. Tim, jongen. Echt hè. Wat heb je nou weer? Een snoekje, ja. Ah, weet je, het is wel lekker. Het houdt je wel, weet je, ze zijn ook gewoon welkom. Aanbieders ook echt lekker. Echt goed op. Mooi visje, hè? Zeg, er zit wel wat gewicht in, hè? 70 of zo, denk ik. Overal tandjes. Oh, ja. Mooi in het helder water, joh. Komt ie. Oh, hij is er helemaal head first overheen gekomen. Haakjes, hoor. Oké, okay, door een camera een vis scheppen is niet een goed idee. Hij is los. Kijk. Nice! Nou, kun je lekker zien waar we mee vissen, jongens? Kijk, dit is de show me money. Waar vissen we mee, Tim? Vision 110 1 Plus. Dit is echt, echt onze favoriete jerkbait, visbait van de winter. Jerkbait mag je ook zeggen, natuurlijk. Deze suspendeert het als een dolle, jongen. Er is geen enkele twistbait die zo goed suspendeert, zo goed stil blijft hangen. Je trilt een beetje proberen, het koud. Ja. Zo goed stil blijft hangen als de 110. Ook de Junior Plus 1 trouwens. Dus daarom vissen we hier graag in de winter heel graag. En nou ja, het levert vis op visje. Kijk, leuk visje toch? Houtjes keel. Niet de soort die we van plan waren om te vangen, maar ik ben er heel blij mee. Want ik heb een hele taaie dag gehad tot nu toe. Net een mooie baas gevangen en nu 10 minuten later een mooi snoekje. Ik ga hem weer laten zwemmen. Oké, bye! Hoi! Dag! Ah. Wat is het? Wat is het? Oh. Zeg het eens! Talk to me. Oh, BB af. Sinds vanochtend geen aanbeet meer gehad. Oh, unit hoor. Lekker. Jeetje. Oh, die kogels. Hij koud, jongen. Koud in de lente. Ik ben echt de hele middag zit ik al te shaken van de kou. Strakke vis hoor. Kijk eens even. Hoe is het doe, joh. Je duwt hem bijna in de lente. Oh, die wou mooi hebben hoor. Die ging ervoor hè. Dit is een andere, hè? Dat is de... Ja, dit is een Lucky Craft vluchtje. Een Pointer Extra Deep.
Mooie vis. 6,47 zou die zijn. Strakke vis, mag ik zeggen. Hier knapt immens van op. Ik krijg er warm van. Diep man. Ah. Oef. Fucking koud. Zo dames en heren. Laatste stekje van de dag. Laatste stekje van de dag. We hebben echt een taai dagje gehad. GoPro's zijn bijna dood, van PB is dood, dus ik hoop dat we al zo'n naam krijgen dat ik hem krijg natuurlijk. Want PB zie je hem toch niet. Maar we gaan nog kijken of het laatste half uurtje van de dag nog iets wordt. Ik hoop het. We gaan nog even proberen. Een dikke baas. We gaan door tot het einde. We gaan door! Jo. Ja. Hele mooie. Ja, vis. Snoekbaars. Mooie snoekbaars. Zeker aan beetje hoor. Ja. We zien je maar altijd door tot het gaatje. Altijd door. Want wat komt daar? Een zanda. Een zanda. Lekker gast. Oh, die aanbiedt dat mooi weer, hè? Ja? Ik ga dus ook een 2 plus aan doen. Op de Vision 110 plus 2. In het wit. Oh, mooie vis, gast. Ja, mooie vis. I am. Oh. Hier op het buikdrechtje weer, hè? Ja, altijd. Fantastisch, jongens. Kijk, jongen. Ik voel geen aanbeet. Ik zag de lijn verspringen. Nou, dat is dus gewoon ook een aanbeet, hè? Dat is altijd super goed op je lijn letten. Kijk, gewoon die vis, hè? Een hele deftige vis. Mooi in de schemering, precies het tijdstip waarop we die vissen verwachten. Ik ben hier echt heel blij mee. Echt heel blij mee. Hele mooie afsluiting van de dag. Bye bye. Die spuiten vaak weg die dingen, jongen. Ik zei het. Lekker dit. Zo gasten. Zit erop. Licht is uit. En ons kaarsje eigenlijk ook wel. Dit is echt. Oh. Ik kon er gewoon niet ophouden. Het is gedaan precies. Het is een mooie dag geweest. Licht is uit. En onze kaarsjes eigenlijk ook wel. Een hele dag in de kou gezeten. Ik merk nu echt dat de tol begint te eisen. Dus we ruimen lekker de spulletjes op. Gooien de boot op de trailer. En hebben een mooie dag gehad. Alles op Twitchbase. En alles op Twitchbase. Zoals ze beloofd. Dag, tot de volgende.